Wat een leuk kantoortje, Rinus. Ja, het ziet er keurig uit. Een hele vooruitgang naar Griekenland. Nee, het was ongeveer hetzelfde kaliber kantoor. Alleen bij Feyenoord heb ik een erg ruim kantoor gehad. Iets te ruim. Achteraf zat ik iets te ruim, ja, daar. Ja. Vorige week heeft de scheidsrechter op de val een verkeerde beslissing genomen, waardoor jullie een punt verloren. Je hebt die scheidsrechter na afloop voor dief uitgemaakt. Nog reacties gehad van de TUF-commissie? Ja, vanmorgen heb ik een brief gehad van de KNVB dat ik in staat van beschuldiging ben gebracht en dat ik een verweer mag schrijven. En wat levert zoiets op qua straf? Nou, ik denk dat het een geldboete zal worden. Wat ik niet begrijp is dat 3 maanden geleden gezegd wordt Den Bosch moet gaan voor UEFA Cup voetbal. Ik lees in het Parool vandaag een uitspraak van jou dat je heel tevreden bent als je je handhaaft in de Eredivisie. Ik begrijp het niet meer. Zijn binnen 3 maanden je ambities dan zo snel gekelderd? Nee, dat heeft niks met mijn ambities van 3 of 4 maanden geleden te maken. Maar toen stond er een ander elftal als nu. Het afgelopen transferperiode heb Den Bosch nogal wat spelers in moeten leveren. En het waren niet de minste. Er waren Kruse, die geleend was, die is weggegaan. Blinken is weer terug naar Feyenoord. En er zijn nog 2 spelers verkocht. Van de Hoorn en Brood. Ja. Vind je het nou zelf wel leuk, dit soort gebeuren? Nee, ik vind het niet leuk. Ik was bij Den Bosch gekomen. Ik had vorig jaar het elftal gezien. En het was een elftal wat dicht tegen de zeg 6e, 7e plaats aan zit. Dus ik denk, we gaan daar heerlijk werken op je gemak. Geen rumoer eromheen. Geen bestuurder die in je nek leggen dreigen dat je 3e of 4e moet worden. Maar deze toestand is natuurlijk ook niet prettig. Het opwinden op de bank is iets wat je nooit afleert, hè? Nee, gelukkig niet, want dan zou ik er slecht op staan. Als vrouw hoef je op deze wereld gelukkig geen verstand van voetbal te hebben. Maar als ik nou vanavond de wedstrijd zie en je ziet dat de onderste in de Eredivisie tegen de bovenste speelt. Jan Reken, wat is dan het verschil? Jij zegt dat je geen verstand hebt van voetballen. Ik denk dat ik wel verstand heb van voetballen, maar ik zie ook geen verschil op dit moment. En ja, wat de oorzaak daarvan precies is, weet ik niet. Maar Den Bosch was gelijkwaardig en de tweede helft gewoon beter dan wij. Hoe kan dat? Ja, dat is, als ik dat wist, dan was de helft van de oplossing. Hè? Maar het blijkt dat we niet lekker spelen, dat we heel weinig zelfvertrouwen hebben. En dat we maar voortdurend dankbaar moeten zijn dat hij die open kans even naschiet. Dat is gewoon met lege handen naar huis. Rinus, jij hebt iets langer over het antwoord na kunnen denken. Ik zie geen verschil. Nee. Nou, dat is juist misschien het leuke van deze competitie. Dat ook een koploper zo de punten kan verspelen aan de onderste. En dat PSV thuis kan verliezen van Vitesse. Of het een goede zaak voor het Nederlandse voetbal is een tweede. Maar in deze competitie kan schijnbaar alles. En kun je dan ook uitleggen wat er mooi is aan dit vak? Want op zo'n avond als vanavond snap ik het niet. Ja, als je je leven lang in de voetballerij hebt gezeten, dan is het moeilijk om ergens anders je brood te verdienen. En zo ben ik hierin gerold. Noodoplossing. Maar wel een hele goede. Ik heb, ondanks dat de stand er niet aanleiding toe geeft, heb ik toch veel plezier in het trainen. En ik ben dankbaar dat ik het werk mag doen. Ja. IJzeren Rinus, mijn vraag: ga je het winnen van Margaret Thatcher? IJzeren dame. Ik weet niet. Ik dacht dat die conservatieven in Engeland het ook niet zo makkelijk hadden. Nou, ik heb het ook niet makkelijk. Ik denk dat ik het ook. Maar ik heb denk ik wel dezelfde instelling als haar. We zullen het niet opgeven. We gaan door tot de Bosch in de veilige haven is dit seizoen. Jij blijft zitten? Ja, ik blijf zitten. En dat heb ik op school ook gedaan. Dus ik blijf hier ook zitten.
Gilles Israël zelf ook niet meer zo krullenbol. Eén wedstrijd werd niet gespeeld vandaag in...